Hey, kijk eens, Spotlight TV. Goedemiddag, avond. Ik weet niet wanneer u kijkt. Maar leuk dat u er bent. Ik vertrek. Populair programma. Maar hier vertrekt echt iemand. Niet zomaar een hoofdvlieter. Alhoewel dat de titel is van ons nieuwe programma. Van Roel van Deurs en Joop van der Hoor. Zomaar een hoofdvlieter. Beginnen we toch met een extraordinaire hoofdvlietse. In de positieve zin. Mieke Zuiderveld. Sinds 7 jaar lid van deelgemeente en gebiedscommissie. Daarvoor met alles en nog wat bezig geweest. Komt uit Hellevoetsluis en daarvoor heel ver hier vandaan, maar dat hoort u wel aan haar tongval. Ik ben benieuwd of u raadt welk provincietje, zeg ik, ze vandaan komt. En waar ze naartoe gaat, dat gaat ze zelf vertellen. Gaat u mee? Ik ben blij dat u eigenlijk mij eventjes van alles afhoudt, want man, wat is dat zweet. Oh. Hey Mieke. Hey. Ja. Jongen, wat laat je me werken zeg. Kijk eens wat ik heb. Het is echt helemaal van de zotte, hè? Ja. Dus... Nou, in de haven zeiden ze vroeger 5 pik van de baas, dan mocht je even gaan zitten. Ja. En dat doe ik nu. Dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Ik zit bij Zomaar een Hoofdvlieter. Ja. Jij bent nummer 1 van weet ik hoeveel mensen die we gaan interviewen voor Botlek TV voor Zomaar een Hoofdvlieter. Leuk. Nog net, hè? Want ja. Je vertrek. Ja, ja dat schiet dan wel aan top. Dus, ja. Voordat we gaan vragen waar jij naartoe gaat, ja. Wie is Mieke? Ik ben Mieke Zuiderveld. Ik ben 75 jaar. Ik ben getrouwd met Herman. En we zijn onlangs 56 jaar getrouwd. We hebben 2 zonen, waarvan 1 zoon onlangs, of het verleden jaar, is overleden. En dat doet nog steeds zeer. Verder denk ik dat ik me heel erg maatschappelijk betrokken voel bij de dingen die in Hoogvliet gebeuren of elders. En ik denk dat ik me daar heel erg voor ingezet heb om zeg maar, toch ook de verbinding te zoeken tussen de mensen en de projecten die je draait en die ik gedraaid heb. We wonen hier in het Noorden Baken 14 jaar. En dat toch wel met een mooi appartement, met plezier. Maar we willen nu zeg maar, meer ruimte hebben om ons heen meer groen en meer een stukje vrijheid. In die zin van onbelemmerd ergens naartoe kunnen gaan zeg maar, zonder dat je dus veel auto's tegenkomt en zo. En, wij zijn dus nu voornemens, we gaan in ieder geval gaan verhuizen en het verhuizen dat is dus Emmerich geworden. Dat is net even op Duitsland? Ja, heel leuk hè? Zo. Een mooie omgeving, toch ja. Een beetje aan de Hoge Veluwe denken. En het is eigenlijk op spuugafstand van Nederland, dus Zeerenberg dat is dan zeg maar... Daar ga je grens over? Dat is 4 kilometer verder, dus ja, dat is echt peanuts. Ja, dus, maar daar kom je niet vandaan hè? Nee, daar kom ik niet vandaan. Ik ben geboren in Amersfoort en ik ben opgegroeid in Limburg, Midden-Limburg, in Weert. En vervolgens door allerlei zaken ben ik daar mijn echtgenoot tegengekomen. We zijn getrouwd en hij was militair en militairen die verkosten nog wel eens veel. Dat heeft ook te maken met het feit dat we vaak verhuisd zijn. Hè? Dus dat heeft meegespeeld in de vele verhuizingen, kan je zeggen. Dus je hebt wel enige ervaring met inpakken? Ja, maar toen hij militair was, werd het gewoon ingepakt. Hè. Dus dat ging via het Rijk uit. Dus. Maar nu moet je het zelf doen, een groot deel aan de rest wordt ook wel gedaan. Hoor. Dus veel om zelf allemaal te doen. Wat heeft Mieke in haar leven gedaan? En dan praat ik over hobby's en werk. Hobby's en werk. Ik heb gewerkt als de laatste hoofdlijnen neem als personeelsadviseur bij de Ski in Rotterdam. Bij de Ski in Rotterdam. De gevangenis. Het gevangeniswezen, okay. Ja. Dus personeelsconsulent. Wat heb ik meer gedaan? Ik ben reïntegratieconsulent geweest. Ik heb trajecten gedraaid, trainingen gedaan, dus mensen zeg maar die een lange afstand op de arbeidsmarkt hebben. Hadden. Hij staat ook wel bekend binnen de gebiedscommissie, daarvoor de deelgemeente, dat jij maatschappelijk, sociaal zeer betrokken bent. Ja. Je hebt ook een politieke ervaring heb je opgedaan bij Leefbaar Rotterdam. Waarom Leefbaar Rotterdam? Ja, dat moet ik heel aan terug natuurlijk, maar ja, omdat die dus op dat moment een goed programma hadden waar ik me eigenlijk van in kon vinden.
ja, toen ben ik, ik zag dat toen als tijdens in de krant staan en ik denk van, nou, dat spreekt mij wel aan. En zo ben ik eigenlijk, ik heb gesolliciteerd en ja, toen is het toch, ja, toen ben ik aangenomen, laat ik het zo maar zeggen. Maar, ja. En wat trok jou dan het meeste aan in dat programma? Gewoon het programma wat ze hadden, de manier van denken op dat moment. Wat jij in de politiek zou kunnen betekenen of voor, want zij zijn duidelijkheid, niet lullen, maar poetsen. Ja, zoiets, ja. Ja, zo kan je het wel. En ja, daar hebben we ons best op voor gedaan. Dus dingen, ja, het viel niet mee, hè, maar het is toch wel leuk dat toch een aantal mensen hier, zeg maar, wel even wat beter hebben kunnen zijn. Maar goed, het is een hele wijze, noem je dat, een hele mooie ervaring geweest eigenlijk. En daar leer je heel veel van. En je leert ook hoe mensen met elkaar in elkaar zitten en hoe ze met elkaar omgaan. Je hebt elkaar toch nodig als je werkt. Ja, je hebt elkaar nodig. Dat vind ik wel. Dat is veel samenwerking heb je wel nodig. Het is een bekend feit dat er een tijd is geweest binnen de gebiedscommissie dat er, nou, laten we het zo zeggen, dat er niet zo erg naar elkaar geluisterd werd. Jij hebt daar een zware periode heb je meegemaakt, eigenlijk een ieder, hè, in de gebiedscommissie, maar dat is ten goede gekeerd. Absoluut. Ja. Wat was nou het breekpunt dat het, hè, laten we niet te veel naar het verleden kijken, maar naar de toekomst, wat was het breekpunt dat het weer jullie elkaar weer hebben gevonden, de verschillende partijen? Nou, ik denk dat praten toch wel een hele goede zet is. En dat is, ik denk dat we heel goed naar elkaar hebben geluisterd op een gegeven moment. En dan zie je ook een hele mooie verandering, waar ik heel blij mee was overigens. Dus je ziet ook gewoon dat het nou goed, overal kan eens een keer wat gebeuren, dat is waar. Het is niet altijd schoon geweest, maar je doet wel je best om het voor te laten bestaan. Een andere kant van jezelf te laten zien, dus ook verder gaan. Hè? Dus niet dat het terugblikt, maar kijken van wat je in de toekomst nog voor elkaar kan betekenen. En ik denk dat dat heel mooi gelukt is, want iedereen is toch best wel redelijk enthousiast en zijn gemotiveerd om dus dingen te doen. En er wordt mooi samengewerkt, dus vingers goed. Ja, ik bedoel, waar vind je dat weer? Dat is ook wel niet altijd. Maar daar is hard voor gewerkt. Dat is wel heel hard gewerkt, iedereen is hartstikke zo. Komt het ook een beetje door dat jullie een gemeenschappelijke vijand hadden in de vorm van Rotterdam? Nee, dat denk ik niet. Als ik nou gewoon nu terugkijk naar de jaren die we gedaan hebben, en zeker de laatste jaren, dan denk ik dat de gebiedscommissie hier heel goed werk voor zet, denk ik. Veel mensen weten dat gewoon niet, want er wordt natuurlijk heel veel door Rotterdam, ik noem het toch niet goed luisteren. Rotterdam luistert gewoon niet goed naar de gebiedscommissie, ze luisteren niet goed naar de bewoners. Er wordt gewoon te weinig geparticipeerd. Die ruimte wordt bijna niet gegeven. Of als er al iets, noem Oude Land bijvoorbeeld met de nieuwe doelgroepen erbij die ze er gaan zetten. We hebben aangegeven, dat bewoners ook uit de beurt daar, van er zijn al wat problemen daar. Dus waarom nog weer iets anders erbij gaan bedenken? Want mensen kunnen dat niet prettig vinden. En er is ook over gesproken namelijk. Nou ja, goed, er worden ongevraagde adviezen geschreven naar het college, maar... Dat is ook jullie taak, hè? Ja, dat is waar dus. Maar het is toch niet geworden wat wij dus gewenst hadden, hè? En uiteindelijk, wat ik dus zelf persoonlijk wel jammer vind, als we zo bedaard worden, dat de mensen die daar wonen, dat die pas eigenlijk bijna op het laatste moment weten dat er wat gaat gebeuren. En dat vind ik gewoon niet goed. Nee. Ik vind mensen moeten gewoon, bewoners in de omgeving moeten tijdelijk... geïnformeerd worden over de veranderingen, over de ontwikkelingen. Wat voor ontwikkelingen en veranderingen maar als er dus niet wordt gereageerd vanuit Rotterdam op jullie ongevraagd advies, of het op de deur kloppen, soms ook de pers opzoeken en dat aan te geven, hoe krijg je dan toch die aandacht voor Rotterdam? Ja, dat is best wel moeilijk, vind ik hoor. Heeft daar een wijkmanager een rol in? Je doet toch proberen met z'n allen er iets van te maken. En hij wordt ook uiteindelijk misschien wel aangestuurd door zijn andere mensen, dus ook door zijn weet ik veel wat, college of wat dan ook. Maar we doen in ieder geval hebben we ons erg ons best gedaan, zeg maar, om dus dingen die voor Hoogvliet werkelijk belangrijk zijn en om daar dus tot ten goede te keren, ook in dat geval, dat mensen tijdig worden geïnformeerd met de veranderingen die er gaande zijn. Verbetering van communicatie. En dat is al een hele lastige, moet ik zeggen. Maar toch mensen proberen te betrekken van alle kanten om
ja, of ze de gelijkheid te geven. Ja. En dat is niet altijd makkelijk, want als ik college ineens heb met bepaalde zaken, zeg, hey, dan kom ik niet meer verder, omdat ik al een gesprek met de heer had. Maar ook het nee moet gecommuniceerd worden. Het nee wordt ook gecommuniceerd, ja, dat is waar. En, kijk, de beslissingscommissie heeft toch niet... als je een deelraadslid bent, heb je nog iets anders. Hè? Dat zit iets aan elkaar. Nu heb je eigenlijk weinig kracht in die zin van dat je dus het voor het vertellen hebt. Hè? Dat doet het college, dat is Rotterdam. Dus daar heb je vaak aan het conformeren. Verlaat jij niet eigenlijk het zinkende schip, wat de gebiedscommissie heet? Als er al veranderingen zouden zijn, ik zie dat niet zo, moet ik zeggen. Ik denk dat ze zeker, ze hebben nog een periode te gaan natuurlijk tot volgend jaar. Maar ik denk dat ze die periode heel erg goed gaan benutten om dus... Maar het zinkende schip, daar bedoel ik mee, bij de komende verkiezingen is het nog maar de vraag of er nog gekozen gaat worden voor gebiedscommissies. Ja. Of dat we een andere vorm... Het zou heel goed kunnen dat er een andere vorm misschien gekozen wordt. Ja. Jij bent in ieder geval een voorstander van gebiedscommissies. Mijn persoonlijke mening kan misschien nog anders zijn. Maar ik vind wel dat het nodig is dat er iets is in ieder geval waarbij mensen de gelegenheid krijgen om naar iemand toe te gaan aan hun klachten of wat ze dus ook hebben. Uit een buurt of persoonlijke aard van de buurt, weet je, dat gebeurt van alles, je weet het zelf net zo goed als ik, denk ik. Maar dat ze dan met hun belangen eigenlijk naar iemand toe kunnen gaan die het weer doorcommuniceert. Dat is ook een gegeven natuurlijk. En de gebiedscommissie kan wel dingen opnemen, maar kan vaak, is een handen en voeten gebonden, omdat ze dus niet de faciliteiten zo bij willen zeggen, of noem dat de juridische kracht. Je hoort nooit wel in de wandelgangen en op straat, eigenlijk is het een wassen neus. Nou, dat vind ik echt te ver gaan, hoor. Dat vind ik echt te ver gaan. Nee, dat zou ik zelf niet willen zeggen, want dan zou ik het geen 3 jaar verder uithouden. Nee, er wordt wel degelijk heel veel werk verricht en nee, dat zou ik niet zo kunnen zeggen. Nee, dat niet. Nee. Maar dan heeft het nut gehad tot op heden en heeft het resultaten opgebracht. Wat, als je even naar jezelf kijkt, je hebt je met een aantal zaken bemoeid. Zijn er resultaten behaald en zo ja, welke? Dan zoek ik het voor mezelf, dat weet hij nog. Zoek ik het toch weer op het maatschappelijk vlak, zeg maar. Ik bedoel, als gebiedscommissie kun je ook allemaal adviezen schrijven. Maar ik vond het zelf... Voor mezelf vind ik het gewoon veel fijner om dus met mensen zelf contact te hebben. En dat is natuurlijk met de coronatijd heel erg lastig geweest. Je krijgt wel telefoontjes en daar kijken hoor. Maar vervolgens mag je bijna niet naar die mensen toe. Je moet met alles rekening houden. Ga je dit niet verschrikkelijk missen als je in Emmerich zit? Dat platform mis ik wel heel erg, ja. Ja, ik zou ook wel zeggen, dat is een van de dingen die ik heel erg mis. Ja, hoe is het met jouw Duits? Ganz goed. Ganz goed? Ja, ja? Dat schijnt. Moeilijke taal? Ja, absoluut. Ja, absoluut vind ik wel. Ja, ja. Maar je zit op de grens, hè? Dus een beetje Nederlands en een beetje Duits, dat mag misschien wel. Daar houden ze daar geen rekening mee, want dus je dan ook integreren gesproken. Als je naar Duitsland gaat, ook al is maar een klein stukje over de grens, dan behoor je de taal te spreken, je behoort het te kunnen lezen. Ja, hier laat je wat, daar hebben we het net over gehad, maar wat ga je daar vinden? Nou, voorlopig een huis wat daar staat en waar ik aan moet gaan wennen, aan de omgeving. Nog wel werk te doen, zeg maar verder. En natuurlijk, ik ga een heleboel dingen eigenlijk best wel missen, want ik vind het natuurlijk best wel jammer aan de ene kant dus dat je de gebiedscommissie gaat verlaten, omdat je toch al, je bent toch weer op een hele andere manier bezig als dat gaat gebeuren uiteindelijk. Je mist bepaalde contacten, ga je missen. Kom je dan wel eens deze kant terug? Tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Het is maar 110 kilometer? 155 van hieruit. 155? Dus, dat is waar, ja. Nee, dus ja, want we hebben er nu voor gekozen om dat te doen. En ik moet zeggen van, hoofdlied is op dat punt, denk ik toch nog wel met een heel goed gevoel over terug. Ja. Want zijn ook, ik bedoel, overal is wat, dus ik moet ook kijken wat daar weer tevoorschijn komt. Maar het is een nieuwe uitdaging. Ik denk dat ons ligt het een nieuwe avontuur. Jij bent er bezig bij, altijd geweest. En je zal ongetwijfeld daar ook wel weer wat vinden. Komt wat op je pad.
Heb je een te grote heimwee naar Hoogvliet, dan kijk je gewoon wekelijks digitaal kijk je, in de botlek. Ja, ga zeker doen. Dan kan je het allemaal blijven volgen. Ga zeker doen. Wij gaan jou ontzettend veel succes wensen en woonplezier samen met je man. En ja, jammer dat je vertrekt. Ja. Zullen we maar nog even een paar dozen pakken? Doe maar. Kom op. Oh, dat is een zware, hè? Ja, dat is een zware. Zal ik die maar eventjes alvast op de gang zetten? Ja, doe maar. Zet maar weg. Ja. Hier alvast neer. Ja. Nou ja, het is een hele berg hier, dus... Ja. Mieke, we gaan afscheid nemen. Dankjewel. We kijken nog even in de camera. We zeggen de mensen van Botlijk, maar vooral de hoofdfietsers, zeggen we gedag. Ja, wat wil ik graag doen? Ik wil in ieder geval iedereen ook bedanken, als dat mag nog even. Ik wil alle hoofdfietsers die in de tijd ook stem op mij uitgebracht, zoals het even mag, wil ik heel hartelijk bedanken voor hun vertrouwen. En ik hoop dat Hoogvliet schitterend blijft en nog mooier wordt. Dank jullie wel. Ik heb hier niks meer aan toe te voegen. Alles is al gezegd. Ja. Tot ziens.